Mijn naam is Rosemunde van Brakel en ik ben dagelijks bestuurder van Privacy Salon en ook onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. En ik wil jullie allemaal welkom heten hier en heel kort zeggen wat Privacy Salon is voordat ik het woord geef aan Amalie die het debat gaat modereren. Privacy Salon, de voornaamste doelstelling is om meer bewustzijn te creëren over de impact van nieuwe technologieën in de samenleving en om anderzijds een platform te creëren voor alle actoren die betrokken zijn in de debatten die momenteel gevoerd worden over nieuwe technologieën. En nu ga ik het woord aan Amalie geven. Goedenavond iedereen. Eerst en vooral voordat we beginnen aan het gesprek vanavond, zou ik eigenlijk graag willen vragen aan jullie alle vier om zich even voor te stellen. Wie zijn jullie? Voor welke organisatie staan jullie? En dan had ik ook graag willen weten, die privacy, die kinderen, die digitale evolutie, hoe staan jullie er zelf tegenover? Waar zijn jullie bang voor en wat stemt jullie hoopvol? Want digitale, denk ik, heeft zowel goede als negatieve facetten. Dus dat zou ik heel graag horen van jullie. In plaats van ladies first, we zijn hier met een enige man, zou ik zeggen. Gentlemen first, Bruno. Kijk eens aan. goedenavond, ik ben Bruno van Obbergen, ik ben kinderrechtencommissaris. Een kinderrechtencommissaris die ziet toe op het naleven van kinderrechten in Vlaanderen. Wij zijn een instelling in het Vlaams parlement. En wij zijn een ombudsdienst voor kinderen en jongeren. En daarnaast zijn wij ook een adviserende instantie voor het Vlaams parlement rond alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft. Onderwijs, jeugdzorg, cultuur, noem maar op. Hè. Of af en toe worden wij op onze ombudsdienst door ouders meestal gecontacteerd rond dit thema. Dus het is voor ons niet helemaal onbekend, maar het kan ook niet zeggen dat dit een thema is waar we al heel veel rond geconsulteerd worden. Dus het is ook voor ons wel een relatief nieuw thema. Als u mij vraagt van ja, hoe kijk ik naar het fenomeen, dan moet ik zeggen dat ik dat vooral vanuit een pedagogische bril bekijk, want ik ben zelf pedagoog. En vaststel dat als het over opvoeding van kinderen gaat, dat we heel vaak vandaag in een soort opvoedingskramp schieten. Hè? En dat we heel voorzichtig zijn of willen zijn en dat je vaak bij ouders zo'n reflex krijgt van doe ik het wel goed? Hè? Ben ik wel goed bezig? En dat vanuit dat gevoel je vaststelt dat nogal wat ouders naar opvoeding kijken als iets dat zeer veilig moet zijn. Ja. En de vraag is voor mij dan, toch wel een belangrijke vraag, hoeveel veiligheid verdraagt zo'n opvoeding? Hoeveel veiligheid verdraagt opvoeding vandaag? Want je kan zo sterk op je kinderen gaan zitten dat opvoeding al zijn spanning en al zijn intrigerende aspecten verliest. En dat vind ik toch wel misschien wel een rode draad doorheen heel dit verhaal. En ik vermoed dat we daar straks nog op terugkomen. Maar dat is toch wel een vraag, vind ik, die we voorbij alle technologie en alle juridische krijtlijnen en contouren die we uittekenen, vind ik, wat mij betreft, misschien nou wel de belangrijkste vraag. Oké, en wat stemt jou hoopvol in verband met die digitale evolutie? Het verzet van de kinderen en jongeren zelf. je ziet dat waar ouders dan heel sterk geneigd zijn om daar echt heel beschermend mee om te gaan, dat je voelt hoe kinderen en jongeren zoeken naar uitwegen om daaraan te ontsnappen. En er is zo onder andere in Engeland het onderzoek geweest rond heel die GPS-tracking, waarbij dat je dan ziet
hoe kinderen en jongeren op een bepaald moment met dubbele gsm's gaan werken of gewoon ervoor zorgen dat de gsm's uitstaat. En dat ze dan op andere manieren met hun vrienden erin slagen om te communiceren. Dus het feit dat kinderen en jongeren er toch nog in slagen om ondanks die enorme moeder- en vaderkloek daaraan te ontsnappen, dat stemt mij hoopvol. Nou. Goedenavond, ik ben Nel Broodaerts. Ik ben directeur preventie en ontwikkeling bij Child Focus. Rond dit thema, als je dan het introduceert als het digitale, zijn wij op een aantal vlakken bezig. Veilig internet is een van de belangrijke preventiethema's waar dat wij rond werken. Maar ook het hele gegeven van GPS-tracking. En ik denk dat wij al... Ik werk bijna 11 jaar voor Child Focus. Ik denk dat ik al bijna 11 jaar vragen krijg over... Jullie gaan dat toch wel... Hè? Jullie zijn daar toch wel voor. Mensen denken dat Child Focus ook zo de organisatie zal zijn die dan ook voor systemen zijn. En dat wordt altijd maar gemakkelijker met smart toys en smart watches voor kinderen en jongeren. Child Focus zal daar toch wel voor zijn dat we toch ten allen tijde weten waar kinderen zijn. Ze gaan minder gemakkelijk verloren lopen. Ze gaan misschien zelfs niet meer ontvoerd geraken. Dat is niet zo. Wij willen als organisatie... dat kinderen en jongeren opgroeien met een positief wereldbeeld, met vertrouwen in zichzelf, maar ook vertrouwen in de volwassenen rondom hen. Het grote stranger danger verhaal proberen wij heel hard tegen te vechten. We willen dat kinderen een gevoel van vrijheid hebben en die vrijheid ook leren zelf een stukje begrenzen en zelf een stukje gaan ontdekken en ontplooien. En dat ze daarvoor ook beroep kunnen doen op de volwassenen rondom hen. Als ik dan kijk naar het hele veilig internetverhaal, ja, dan... is juist onze missie om een lans te breken voor al de voordelen en de opportuniteiten ervan. In de veronderstelling, als je dan de risico's zoveel mogelijk kan beperken, dan kan je veel meer profiteren van al die opportuniteiten. Dus het is wel in brede termen een thema waar wij nogal stevig mee bezig zijn. Wat maakt mij bezorgd? Een beetje aansluitend bij wat Bruno zegt... We horen heel veel ouders op vormingsavonden, op face-to-face momenten, ook ouders die ons bellen, die bang zijn. Eigenlijk is dat het beste woord dat ik er kan opplakken, bang en ongerust. En een beetje zelf bang van de grote boze wereld rondom hen, laat staan rondom hun kinderen. Dus dat vergt eigenlijk een permanent werk om ouders in de eerste plaats gerust te stellen en met hen een stukje weg af te leggen van, ja, we moeten niet naar dat... beangstigende wereldbeeld gaan, niet voor jezelf als volwassene, dus zeker ook niet voor je kinderen. Dus dat vergt tijd en energie. Maar het stemt mij tegelijkertijd hoopvol dat je merkt dat die ouders doen dat uiteindelijk vanuit een zeer goede bedoeling. Het is niet vanuit een basisdrang naar controle. Het gaat over, ik ben bezorgd om mijn kind en ik wil dat mijn kind het zo goed mogelijk heeft... En als je dan met ouders een stukje die je weg aflegt van jouw kind heeft het ook goed als je het meer vrijheid biedt en waarschijnlijk ook zelfs nog een stukje beter en anders gaan ze er toch uitbreken, dus het geeft sowieso een vals gevoel van veiligheid, dan veel ouders horen dat wel en snappen dat ook wel en proberen dan op zijn minst toch wel een beetje een mindshift daarin te maken. Dus op zich vind ik dat wel een hoopvolle insteek waar dat je mee verder kan. Oké, daar gaan we ook straks verder op dieper ingaan. Eva? Goedenavond, ik ben Eva Lievens. Ik ben docent in de onderzoeksgroep Recht en Technologie aan de Universiteit Gent. In die onderzoeksgroep doen wij onderzoek naar juridische aspecten van technologie. En momenteel hebben wij een aantal projecten lopen, een aantal onderzoeksprojecten, die focussen op het bredere thema kinderrechten in de digitale omgeving. We hebben een project dat... wat meer in detail gaat kijken naar de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming en de impact daarvan op kinderen, maar ook vooral op hun rechten. We hebben ook een project rond reclamewijsheid bij kinderen ten opzichte van digitale, hybride reclametechnieken. We gaan na in welke mate dat zij die kunnen herkennen en uiteraard ook wat het juridische kader is. Dus wij kijken eigenlijk altijd naar die digitale fenomenen vanuit de juridische bril. Heel erg vanuit een kinderrechtenbenadering, waarbij dat we altijd proberen
te focussen, niet alleen op de negatieve aspecten, de risico's, hè, waar Nel ook al naar verwees, het recht op bescherming dat er uiteraard is voor kinderen, maar ook naar de positieve rechten, de participatierechten van kinderen. In welke mate wordt bijvoorbeeld ook een recht op vrijheid van meningsuiting beperkt als we heel erg hen gaan controleren in bepaalde omgevingen. Dus we proberen het altijd vanuit een positieve bril te bekijken. Uiteraard naast die kinderrechtenbenadering ook naar de specifieke juridische wetgeving die er is, ook het thema van deze avond. De wetgeving in verband met gegevensbescherming is uiteraard zeer relevant. Nu, ik denk, als je dat bekijkt vanuit het kinderrechtenperspectief, het recht op privacy van het kind, zoals het is vastgelegd in het kinderrechtenverdrag, dat is natuurlijk altijd al op bepaalde manieren in conflict getreden met hoe ver ouders kunnen gaan in controle. Bijvoorbeeld, denk maar aan het lezen van een dagboek bijvoorbeeld. Er zijn daar wel een aantal parallellen te trekken, maar het is natuurlijk wel zo dat die technologie van vandaag veel meer mogelijkheden biedt om ook heel, heel erg continu eigenlijk te gaan controleren, bijvoorbeeld naar die locatiegegevens toe. Maar wat er mij eigenlijk het meeste zorgen baart, is als ouders die technologie gaan gebruiken om hun kind te gaan controleren, hé, al is dat waarschijnlijk meestal met de allerbeste bedoelingen, is dat die gegevens ook in de handen komen van bedrijven, ja, van de ontwikkelaars van die technologie, waarvan dat je niet altijd goed weet wat er daarmee gebeurt achteraf. En ook een verregaande commercialisering van het spelen, van het speelgoed. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld vormen van reclame die daarin worden verborgen. En die conversaties die je hebt tussen een kind en een robot of een kind en een pop. Waar eigenlijk, omdat merken daarvoor betalen, continu die merken worden vernoemd. Dus dat baart mij eigenlijk het nog meer zorgen. Het meeste zorgen. Ja. Marketing. Erika, voor jou. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Erika Koenen en ik werk op de studiedienst van de Gezinsbond. De Gezinsbond, dat is een pluralistische organisatie die wil opkomen voor de belangen van alle gezinnen. En wij proberen vanuit de studiedienst ook beleidssturend te werken, zodanig dat het beleid erin is dat goed is voor gezinnen. Als het over deze thematiek gaat, dan ligt onze bezorgdheid dus ook bij de gezinnen zelf. En dan stellen wij vast dat het voor ouders niet eenvoudig is. Ouders hebben een taak als opvoeders, dat is op zich al niet evident. Maar sinds het hele digitale verhaal erbij gekomen is en kinderen eigenlijk nog een parallele wereld hebben naast de reële wereld, zijn ouders soms inderdaad in paniek en weten ze niet goed hoe dat ze daaraan moeten beginnen. En dan heb je er sommigen die inderdaad uit angst te veel gaan monitoren. Daarom willen wij met ouders graag op stap gaan. En we doen dat voor een stuk samen met Child Focus. Om hen met een aantal dingen te helpen. Bijvoorbeeld om te zien dat absolute controle over je kind niet alleen niet wenselijk is, maar ook een illusie is. Maar ook om bijvoorbeeld te beseffen dat dialoog en vertrouwen veel belangrijker is dan het controleren en het alles weten. Als je ervan uit kan gaan, mijn kind zal mij wel vertellen als er een probleem is of als er iets is wat ik moet weten, dan heb je als ouder een veel beter en een geruster gevoel. Ja. Straks ga ik je ook vragen of je daar nog wat tips over hebt, bijvoorbeeld. Oké. En dan het laatste punt, dat is dan inderdaad een bewustwording bij ouders, maar dat is wat Eva ook net zei, van dat het allemaal misschien ook niet zo onschuldig is als het lijkt. Dat er die big data achter zitten die gebruikt en misbruikt worden op heel veel vlakken. Dus wij denken dat het heel belangrijk is om ouders te helpen. Want heel vaak worden ouders ook snel geculpabiliseerd als er iets fout loopt. Of als er, dan is het van, ja, je had als ouder toch moeten beter opletten of je had toch moeten weten dat uw kind dit of dat deed. Wij pleiten er heel hard voor om dat niet te doen, maar wel om met hen op pad te gaan en hen te begeleiden en te omkaderen in dat verhaal. Oké, dankjewel. Ik denk dat jullie met een
heel wat concrete tips, denk ik, hebben hè, naar de ouders die hier aanwezig zijn vanavond. Maar voordat we verder gaan, zou ik misschien eerst willen beginnen met een stap achteruit te nemen. Nu, het gaat hier vanavond over controle, over veiligheid. Ik zou eigenlijk graag willen weten, is dat niet iets inherent aan ouderschap? Iets heel natuurlijk, dat je kinderen eigenlijk enigszins wil controleren. En wat ik eigenlijk graag zou willen weten is, is het zo anders vandaag als bijvoorbeeld 40 jaar geleden? Hoe gingen ouders toen om met controle? En is er effectief wel iets aan de hand dat we ze meer controleren vandaag? Heeft een van jullie daar een beeld op, Bruno? Ik wil daar wel iets over zeggen. Ja? Er is toch wel het een en het ander veranderd. Als je kijkt naar de geschiedenis van opvoeding of het spreken over opvoeding, neem nu de laatste 50, 60 jaar, dan zie je dat onze taal over opvoeding en de taal die we over kinderen gebruiken, dat die echt wel fundamenteel veranderd is. En wat bedoel ik daarmee? We zijn in de jaren 70, 80 op een heel psychologische manier over kinderen beginnen spreken. Dus de invloed van de ontwikkelingspsychologie heeft niet alleen een invloed gehad op de wijze waarop onderzoek naar kinderen gedaan is, maar heeft absoluut ook een invloed gehad op hoe we naar opvoeding kijken. En we hebben dus eigenlijk via die steeds dominantere ontwikkelingspsychologische blik ouders geleerd om veel meer naar hun kinderen te kijken en veel meer hun kinderen te gaan controleren. Als het gaat over het observeren bijvoorbeeld van kinderen, dan zie je in de jaren 70 echt een switch, hè, waarbij ouders gevraagd werden om veel meer hun kind op te volgen. Hè. Veel meer aandacht te hebben voor wat hun kinderen doen, of hun kinderen wel voldoende leren, of ze in het juiste ritme zich ontwikkelen en zo meer. Van waar komt dat dan? Ja, dat komt zeker door het feit dat het ontwikkelingspsychologisch onderzoek veel meer aan belang heeft gewonnen. Ik heb zo, toen ik nog als onderzoeker op de universiteit zat, is een onderzoek gedaan naar ik had een analyse gemaakt van vrouwenmagazines en pedagogische tijdschriften van kort na de Tweede Wereldoorlog tot 2005 was dat. Dat ging specifiek over kinderen met ADHD en het veranderend spreken over ADHD. Maar je kan heel mooi de link leggen met het thema van vandaag. Waarbij dat je ziet hoe, ook in vrouwenmagazines bijvoorbeeld, het vanaf de jaren 70, 80, opvoeding wordt iets serieus. Ik bedoel daarmee, opvoeding wordt steeds meer geprofessionaliseerd. En ouders worden steeds meer aangesproken, of zijn steeds meer aangesproken, ook als professionals. Waar opvoeding tevoren vaak verscheen als iets ongedwongen, bijna iets natuurlijk. Je doet dat gewoon, met veel vallen en opstaan. En je hebt daar echt ook heel mooie fragmenten en citaten uit zowel de pedagogische tijdschriften als de vrouwenmagazines, waaruit dat blijkt. Opvoeding dat was vooral gewoon veel liefde geven. En vanaf de jaren 70 zien we dat echt veranderen. En dat heeft toch wel ermee voor gezorgd dat als we vandaag zoveel aandacht hebben voor die veiligheid en die controle, ja, dan ben ik er echt wel van overtuigd dat dit een grote rol heeft gespeeld. Ja. Ik wou daar nog aan toevoegen. Het kan ook een stukje liggen aan de lichtgekleurde bril waarmee Child Focus, ik kan niet zeggen naar de wereld kijkt, maar op zijn minst op basis van onze ontstaansgeschiedenis. Maar in de contacten die wij hebben met heel veel ouders, durf ik toch ook echt denken dat we nog altijd in een post-Dutroux-tijdperk leven en dat dat voor heel veel ouders een serieuze schok geweest is. Ik was zelf tiener ten tijde van Dutroux en ik heb toen zelf aan de lijve een verschil ervaren in de manier waarop er vanaf dat moment in één keer gekeken werd naar kinderen en jongeren en wat we hen gaan toelaten. En ik mocht in één keer niet meer met mijn fiets alleen naar het dorp 300 meter verder. En ik begreep dat niet. En je zou denken, dat is lang geleden, dat is meer dan 20 jaar geleden ondertussen. Maar toch heb ik het gevoel, er moet nog maar iets maatschappelijk
in de actualiteit zijn, dat daar nog maar lichtjes naar verwijst. En er komt terug heel veel boven, ook bij de ouders van vandaag, die misschien toen tieners waren of zelfs nog kinderen. En toch, op de een of andere manier, heb ik het gevoel dat dat ergens in het DNA van onze maatschappij geslopen is. En dat heeft soms misschien positieve effecten. Het heeft ook een aantal positieve effecten gehad. Maar ja, zo'n basisbezorgdheid is denk ik op dat moment ook nog wel binnen die normale, bredere evolutie in België, denk ik, ook wel nog een stukje extra verankerd, denk ik. Dat daar toch wel nog een beetje een katalyserende factor in gespeeld heeft, die vandaag toch ook wel nog altijd een rol speelt. En als je dan kijkt naar... ik weet niet of dat jullie dat een blik op hebben, op ouders in het algemeen of in Europa. Denken jullie dan dat Belgische ouders daar nog meer vatbaar voor zijn, voor die controle, of daar nog meer mee bezig zijn, net omwille van het Dutroux-tijdperk? En omdat, ja, inderdaad, is die generatie die nu jonge ouders zijn en misschien meer met die technologie gaat omgaan of zo, die daar mee omgaat. Is dat iets typisch Belgisch of gebeurt dat meer in België dan in de rest van Europa? Breed over opvoeding tout court heb ik daar persoonlijk geen zicht op, maar ik weet bijvoorbeeld wel, als je gaat kijken naar de ouderschaps- en opvoedingsstijlen die draaien rond heel het digitale en de ondersteuning van kinderen die online gaan, zie je toch wel een aantal soorten opvoeding. En dan heb je de onderhandelende, mediërende opvoeding en dan heb je de meer controlerende opvoeding. En we zijn daar zeker niet de enigen in. Dat is nogal verdeeld over Europa. Maar voor deze regio is België eigenlijk wel een van de meest controlerende, of gaan meer ouders een controlerende opvoedingsstijl rond dat digitale hanteren dan in onze meest omliggende buurlanden. Maar opnieuw, we zijn daar niet de enige in. Het is niet dat we een blinde vlek binnen Europa zijn. Nee. Ik zeg het, op bredere opvoeding heb ik daar geen zicht op, maar op die mediatieopvoedingsstijlen rond het hele internetverhaal, dat is voor Belgische ouders blijkbaar toch wel moeilijker dan voor bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse ouders. Ja, oké. Daar juist nog iets aan toevoegen. Het manifesteert zich ook op andere terreinen. Hè. Er is in Nederland interessant onderzoek geweest door Lia Karsten. En zij heeft onder andere gekeken naar de speelactieradius die kinderen hebben. Ah ja, ik heb er gehoord inderdaad rond angstcultuur ook. En, en dus zie je dat een paar decennia geleden die actieradius rond het huis, dat die veel groter was. Dus ik weet de precieze cijfers niet van buiten, maar het ging zoiets van een kilometer, anderhalve kilometer mochten kinderen rond het huis spelen. Dat... En ouders maakten zich daar weinig zorgen over. En je ziet vandaag, toont dat onderzoek aan, dat die actieradius enorm ingekrompen is en dat dus de meeste kinderen ofwel vlak bij huis spelen ofwel in de tuin spelen, nog misschien op het pleintje dat een klein beetje verder ligt, maar dat die op een paar decennia tijd dat wel enorm ingekrompen is. En dat zijn ook wel allemaal illustraties. Dit is dan onderzoek uit Nederland, maar waar je toch wel ziet dat het zich manifesteert op verschillende terreinen. Ja. Ik had het onderzoek ook gezien en ik zag inderdaad dat in de jaren, dacht ik, 30, het ging over 4 of 5 generaties. Hè, hoe ze dat precies dat onderzocht heeft... Dat intrigeert mij wel, maar het gaat inderdaad, ze bekijkt het over langere termijn en stelt dus echt wel vast hoe die brede cirkel een steeds kleinere cirkel wordt. Ja, van tot aan de vijver te lopen, een paar kilometer verderop, tot aan de hoek van de straat nu. Als we het hebben over controle, dan hebben we het ook vaak over de typische helikopterouders en helikopteropvoeden. Je zei dat rond de jaren 70 dat er een bepaalde switch is. En het is ook blijkbaar in de jaren 70 dat er voor de eerste keer over helikopteropvoeden wordt gesproken in de literatuur. En ik zou graag willen weten, wat houdt dat precies in? Van waar komt dat helikopter? Wat is dat juist precies? Kan je dat even toelichten misschien, Erika, vanuit de gezinspunt? Wat ik begrijp onder helikopterouders, dat zijn ouders die bijna letterlijk boven hun kinderen cirkelen om alles in de oog te houden, wat ze doen en hoe ze het doen, om dan te kunnen ingrijpen op het moment dat zij als ouder oordelen dat er moet ingegrepen worden. Wat maakt dat een kind nog weinig ruimte heeft om gewoon ongecontroleerd zijn eigen ding te gaan doen? Wat dan
hoe ouder ze worden natuurlijk, want dat is heel leeftijdsgebonden. Hè. Mm-hmm. Die kleine kindjes die hebben daar allicht veel minder problemen mee, maar hoe ouder ze worden, hoe beperkender dat aangevoeld wordt door de kinderen. Hier in het publiek, zijn er ouders die zich daarin herkennen of die mensen kennen, die typische helikopterouders? Jullie mogen het delen of helemaal geen helikopterouders zijn? Niemand herkent zich daarin. Des te beter. Hè? Dat is een positieve evolutie. Dan. Maar van rug aan, dus die privacy wordt nog altijd wel verzekerd. Ja, ik zou eigenlijk graag willen weten dan, met vandaag de dag, als je dan zo'n helikopterouder bent, dat je wil echt gaan controleren en je kinderen tracken, waarmee doen ze dat dan? Welke tools bestaan er allemaal om je kinderen vandaag te tracken? Ja, heb je een uurtje of twee? Nee. Nee, dus het is een beetje dubbel. Hè? Je hebt ten eerste de systemen die letterlijk polsbandjes, armbandjes... we hebben al de zotste dingen voor. Dat zijn dan dingen die al in ontwikkeling zijn. Hè. Dat is de vraag, wil Child Focus daar niet mee ondersteunen? Er zijn zelfs initiatieven geweest met het idee om, zoals we in huisdieren doen, chips in kinderen in te planten. Ja, absoluut. Dus dat is de ene kant van de zaak. Nu, ik denk dat daar nog een minderheid van ouders... Nee, misschien niet een minderheid, maar in elk geval minder ouders dan degene van de tweede kant van de zaak, als we het dan hebben over het opvolgen van alles wat ze online doen. En ook daar zijn de softwaremogelijkheden eindeloos. Dat gaat van overzichtjes in je mailbox 's avonds van welke websites bezocht zijn, naar fake inlogs of spion inlogs om het Facebook-profiel van uw kind te kunnen bekijken van naaldje tot draadje. Dat gaat ook over minder stevige vormen van controle. Sommige ouders worden ook gewoon vrienden met hun kinderen op Facebook om ze op die manier te kunnen in de gaten houden. Waar dat in C, als ouder, zowel als kind, dat helemaal oké vindt, zeggen we altijd van, praat daarover met uw kind. Dat kan zijn dat uw kind dat oké vindt. Ik geef altijd het voorbeeld van onze directeur communicatie. Toen zijn dochter tiener was en ze was op Facebook, zei hij, ik zou graag vrienden met u worden. En zij zei, dat is helemaal oké, maar het is u ten strengste verboden om ook maar ooit iets te liken of te becommentariëren. Mm-hmm. Voor de rest vind ik het oké. En als dat een deal is tussen ouder en kind, dan is dat ook geen probleem. Dus het moet ook niet in het ander uiterste vervallen. Maar zeker het online monitoren, ja, eigenlijk elke Windows... configuratie laat de mogelijkheid toe om een parental control systeem in te stellen. Hetzelfde geldt voor Apple, het geldt voor alle besturingssystemen die je van heel beperkend naar heel breed kan instellen en waar je effectief ook kan soms instellen van ik wil een overzicht krijgen van met wie heeft mijn kind online contact gehad, met wie, op welke websites hebben ze bezocht en dergelijke meer. Als je echt wil helikopteren, zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos. Ja. De industrie speelt er eigenlijk een beetje op in door dingen zo te gaan ontwikkelen. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat is eigen aan de industrie. Hè. Die detecteren een nood en vinden daar dan een oplossing voor, zodanig dat dat very tempting is om daarop in te gaan. Soms komt het ook wat stommelings mee. Hè. We hebben ooit het Kruidvat heeft eens heel breed reclame gemaakt voor een soort smartwatch voor kinderen, waar dan eigenlijk in eerste instantie was hun kop van track uw kind. En dan kwam daar wel wat commentaar op van een beetje alle kanten. En dan was de kop daarna van, dit is een smartwatch voor uw kind waarmee ze dan foto's kunnen maken en weet ik veel wat nog allemaal doen. En het allerlaatste puntje was dan, ah ja, en eigenlijk kun je ook ondertussen weten waar dat ze zich allemaal bevinden. En kan het een alarm geven als ze, stelt dan zelf een radius in van x aantal meter, mogen ze van mij verwijderd zijn. En als ze verder gaan, dan krijg ik een alarm op mijn eigen smartphone. Dus het is heel breed. Ja, natuurlijk. Wat intrigerend is, vind ik, is je hebt die expliciete systemen die daar zo hard op focussen. Maar ik vind dat je daarnaast als ouder ook veel informatie over je kinderen krijgt, waarbij je soms afvraagt, moet ik dat allemaal weten? Ik heb een zoon die zit in het middelbaar onderwijs. En ze hebben een digitale omgeving. School online heet dat. En als ouder kan je daar dus ook gewoon op inloggen. Als mijn zoon te laat is op school, dan kan ik dat gewoon in dat online systeem van de school zien.
Als mijn zoon vroeger gedaan heeft op school, dan krijg ik altijd een mailtje van de school om te laten weten, hè, uw zoon mag vandaag een uur vroeger de lessen verlaten. Ik weet vaak sneller zijn punten dan dat hij zijn punten weet. Hey, dus je, dat is natuurlijk iets anders dan, dan dat daar zo expliciet op mee. En het dient daar ook niet toe. Maar soms denk ik van, ga, ik hoef die punten oké, okay, maar ik hoef ook zo niet al die andere zaken meteen online binnen te krijgen. Ja. Maar het, door het feit dat je het binnenkrijgt, ja, heb je wel zo het gevoel van, en nu moet ik daar ook wel iets mee doen. Want ja, als de school mij laat weten dat mijn zoon te laat op school toegekomen is, dan moet ik hem daar wel 's avonds op aanspreken, want anders ben ik geen goede ouder. Maar wil ik het altijd weten? Ja. Ja, het begint ook al wel heel vroeg natuurlijk, hè, met de heen- en weerschriftjes in de crash, waar dat ook iedere klein puntje wordt beschreven van... Mm-hmm. Uw kind heeft dit en dit en dit gedaan. En dan wordt het bijna van in het begin bijna verslaafd gemaakt aan informatie, waardoor je daar blijft naar hunkeren. Hè? Ja, er is ooit een politicus geweest die voorgesteld heeft om in de crashes webcams te installeren, zodanig dat ouders van op hun werk konden zien wat er met hun kinderen in de crash gebeurde. Maar gelukkig is dat er nooit doorgekomen. Ja, want als dat dan gehackt wordt... Hè, dan, al die dingen bestaan, die tools bestaan, maar hebben ouders eigenlijk het recht om dat allemaal te tracken en te weten? Ik denk dat dat meer in jouw expertise valt dan, Eva. Ja, dat is uiteraard geen zwart-wit antwoord. Hè. Net zoals dat Erika daarnet ook al aangaf, de mate van controle die wordt uitgeoefend door ouders, die al uiteraard enorm evolueren met de leeftijd van het kind. Mm-hmm. Hey, ouders hebben uiteraard ook wel een verantwoordelijkheid om voor hun kind te zorgen, om hun kind te beschermen tegen bepaalde zaken. En afhankelijk van de leeftijd, van de ontwikkeling, van de vermogens van het kind, zal dat een evolutie zijn. Maar als je mij vraagt, hebben ouders het recht om te weten waar hun 14, 15-jarig kind op elk moment van de dag is, dan zou ik zeggen, nee. Maar of dat dan nu... Dat is niet iets... dat staat niet ergens in een bepaalde wet dat dat zo is. Mm-hmm. Dat zit verstrengeld in die kinderrechten. En het is ook vaak gewoon, denk ik, ook een kwestie van gezond verstand... Dat zo'n verregaande controle, zeker naarmate dat kinderen ouder en ouder worden, dat toch wel te ver gaat. Ja. Want heeft dat een impact, die controle? Ja, ja, ik denk dat kan een zeer contraproductief effect hebben. Hè. Als uw kind ontdekt dat je controleert via al die tools, via die apps, als je op een Facebook-profiel zit, dan zal dat vertrouwen, waarover dat er al een aantal keer gesproken is, helemaal stuk gaan. En zal dat gewoon averechts werken. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat het op een andere vlak ook een impact heeft, omdat ouders hebben zoveel tools die ze kunnen gebruiken, dat ze voor zichzelf een soort van veiligheidsbubbel creëren, waarvan dat zij denken van alles is onder controle en wij hebben op elk moment voeling met ons kind en wij weten wat er gebeurt, terwijl dat in praktijk een illusie is. En dan verliest je natuurlijke tentakels die je als ouder hebt om je kind te voelen en te spreken gewoon intuïtief te weten wat er gebeurt. Mm-hmm. En ik denk dat daar ook een risico in zit. Ja. Dus dat je, omdat je het opvolgt via een app, dat je eigenlijk niet meer de basisvragen gaat stellen van hallo, hoe was je dag vandaag? Wat heb je allemaal gedaan? Omdat je het eigenlijk al weet. Hoe was je dag op school? Hoe was je dag online? Ja. Dat zouden eigenlijk de normale vragen moeten zijn. Maar inderdaad, als je ervan uitgaat dat je alles onder controle hebt zonder dialoog,
dan denk ik dat je op het foute spoor zit, op een zijspoor zit. Het is ook een vals gevoel van veiligheid. Hè. Kinderen zijn heel goed in het omzeilen van die technische zaken die bestaan. Hè. Wat Nel daarnet ook zei, die waarschuwingen die ouders kunnen krijgen als ze buiten een bepaalde radius zijn. Dat kan ook omzeild worden. Hè. We weten allemaal dat er heel veel veiligheidsproblemen zijn met veel van die... van die apps, van die devices, dat kan gehackt worden. Het is denk ik echt een vals gevoel van veiligheid dat wordt gecreëerd. Ja, ook om een concreet voorbeeld te geven. We hebben bijvoorbeeld wel in 2004 een studie gedaan naar het profiel en het traject van weglopers. En we dachten 2 jaar geleden, we moeten die studie eens herdoen, want de maatschappij is toch wel stevig veranderd. Er zijn al die mobile devices zijn erbij gekomen. Iedereen heeft een smartphone. De jongeren zijn super geconnecteerd. Als er iets is dat je ze niet mogen afpakken, is het een smartphone. Misschien kunnen we iets doen met die smartphone. Speelt dat een rol? Dat heeft 0,0% effect. Want elke jongere die wegloopt, behalve degene die heel impulsief wegloopt, maar die is meestal ook heel snel terug, maar elke jongere die op voorhand beslist, ik ga weglopen, laat of zijn gsm thuis, ofwel koopt hij een andere simkaart, ofwel zet hij zijn gsm af. Er is op vlak van bereik van jonge weglopers met smartphones niks te doen. Want ze weten perfect, oké, dat kan op de een of andere manier getrackt worden. Ze weten ook wel dat, al was het dan maar de politie het kan monitoren, dat hun moeder hun gaat bellen, dat iedereen hun gaat bellen. En ze willen op dat moment volledig aan die controle ontsnappen. En ze kennen perfect hun manieren om dat te doen. Ja, die jongeren moeten ze ook niet onderschatten. Hè? Gelukkig, hè? Ik was blij met Bruno zijn hoopvol vol idee. Natuurlijk, rond weglopen is dat al een stapje verder in het verhaal, maar... Ik weet dat ik ook al heel vaak tijdens vormingsavonden tegen ouders gezegd heb van je moet het niet allemaal weten wat ze zeggen in hun Facebookgesprek. En eerlijk gezegd, je wilt het ook niet allemaal weten. Dat is dikwijls de grootste in uw oren onnozeliteit ten eerste. En je wilt het niet weten eigenlijk ook ergens. Want wat als er dan iets uit dat Facebookgesprek blijkt waarvan je denkt... En uw kind weet niet dat je dan aan het meelezen bent. Begin maar een keer uw gesprek. Van, oei, ik heb op uw Facebook iets gehoord dat... uw gesprek is al om zeep van voordat je eraan begonnen bent. Dus je krijgt dat thema niet meer besproken met uw kind als dat gevoel heeft van, wow, ik word hier achter mijn rug in de gaten gehouden. Ja. Mijn allereerste congres over veilig internet is al lang geleden. En daar kwam Sonia Livingstone spreken. En zij vroeg aan iedereen, een bekende onderzoekster rond dat thema, en zij vroeg aan heel de zaal, dat was een groot auditorium, om te gaan rechtstaan. En ze zei, sluit nu uw ogen en denk aan uw favoriete kinderherinnering. En dan stelden ze een aantal vragen. Wie is er nu alleen? Ga dan zitten. Bent u met vrienden? Blijf dan staan. Wie is er binnen? Ga dan zitten. Wie is er buiten? Blijf dan staan. Wie is er samen met volwassenen? Ga nu zitten. Wie is er los van enige ouderlijke controle? Blijf dan staan. En we deden op het einde allemaal onze ogen open en iedereen stond nog recht. Want iedereen, zijn beste jeugdherinnering was alleen met vrienden dikwijls goesting aan het doen. Dus dat vinden we allemaal. En waarschijnlijk vinden elke ouder, zelfs de helikopterouder, vindt nog altijd dat dat eigenlijk de beste situatie is voor kinderen. Alleen hebben ze het gevoel, de wereld is er niet meer naar. Nee. Dat gaat niet meer om mijn kind gewoon met de fiets te laten gaan. En ja, soms loop ik mijn zoon van 5 in de speeltuin te zoeken naar hoe ik rond ben. Dan zitten ze soms al wat mensen kijken van, allee, is haar kind kwijt. Allee, loopt daar toch achter in de speeltuin? Ze kruipt helemaal op die glijbaan waar het hem nog niet af kan. Dan denk ik, hij zal wel roepen. Maar mijn zoon leert inderdaad dan wel roepen als hij een probleem heeft en niet vallen, want mama zal er wel staan om hem te pakken. Ja. Dus dat is, ja, ouders hebben het gevoel, dat zou het moeten zijn, maar de wereld is er niet meer naar. Dat gaat niet meer voor mijn kinderen. Ja. Nu zouden jullie vinden dat er vinden jullie dat er dan beperkingen zouden moeten komen op die controle van ouders? Dat dat geregeld moet worden? Geregeld. Allee, als je bedoelt dat dat ergens moet in een wet geschreven staan, dan denk ik dat dat een absolute illusie is. Ja. Nee, dat heeft geen zin. Ik denk het allerbelangrijkste is daar met ouders over spreken, ouders bewust maken, daar met ouders in dialoog over gaan, ouders ook tools aanreiken om met hun kinderen in dialoog te gaan en ook bewust maken van het feit dat kinderen wel effectief zelf ook een recht op privacy hebben, ook ten opzichte van hun ouders, hoe moeilijk dat soms ook is als ouder. Maar
denk, daar moeten we op inzetten en niet op regeltjes of beperkingen. Of... Ja, dus dat er bepaalde topics zijn waarop dat je niet, niet op ingaat of zo, of dat je gewoon loslaat. Meer tips om los te laten uiteindelijk. Want ik kan me inbeelden als je bijvoorbeeld... Als je kind zich begint te uiten over, op Facebook over zijn seksualiteit of met bepaalde vrienden en zo, en je bent dan bevriend met je kind op Facebook, ja, is dat eigenlijk iets goed om bevriend te zijn met je kinderen op Facebook? Of zijn jullie bevriend met jullie kinderen op Facebook als jullie al kinderen hebben? Die, mijn kinderen zijn te klein om op Facebook, gelukkig. als ze er nu al zouden op zitten, was er iets wezenlijk problematisch. Dat is wat ik daarnet zei. Dat is goed als je dat als ouder ziet zitten en je ziet dat als kind zitten. Mm-hmm. Maar ik zeg ook tegen ouders, er is voor je kind niks zo erg als je moeder die Facebook heeft met twee vrienden, jij en je zus. Want dan weet je dat je moeder niet op Facebook zit omdat ze zelf Facebook eigenlijk voordelig vindt, tof vindt, dat ze daar zelf ook iets uit haalt. Dan is haar enige motivatie om op Facebook te zitten om mee te zijn met wat haar kinderen aan het doen zijn. En ja, maar ja, ouders... kunnen dat ook wel. Allee, je kunt ze daar wel een stukje, wat Erika daar straks ook zei, dat vergt veel tijd en energie, maar je kan daar met ouders wel een stukje een weg in afleggen als je hen opnieuw doet beseffen. Als je een beetje doet terugdenken aan toen zij 14, 15, 16 waren en gespiegeld hun dat voor. Van, stel je voor dat uw moeder eigenlijk echt op elk gesprek dat je aan de telefoon had aan het meeluisteren was en dan hebben ze zoiets van, ah ja, eigenlijk. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. En bijvoorbeeld, want nu kinderen van vrienden van mij bijvoorbeeld... beginnen nu op Facebook te komen, op Instagram. Ik krijg de laatste tijd heel veel vriendschapsverzoeken van kinderen van 11, 12 jaar. Die zien mij vragen om bevriend te zijn met mij. Hun leven interesseert mij eigenlijk weinig. Dus ik aanvaard die niet. Maar is dat... ja, hoe ga je daarmee mee om, bijvoorbeeld? Met als, ja, als de kinderen van al je vrienden, omdat ze ook die likes willen. Ze willen die vrienden, ze willen heel veel volgers hebben op Instagram. Dus ze vragen je, maar is dat dan eigenlijk wel gezond dat je de kinderen volgt van je vrienden? Op hun verzoek? Ik persoonlijk, ik laat dat afhangen van hoe kort ik bij die vrienden sta. Je hebt vrienden die bijna dagelijks over de vloer komen, die vanzelfsprekend mee eten, die komen slapen. Natuurlijk aanvaard ik die, maar dan diegene waarvan ik weet... van. Uit sociale druk dan, of echt uit interesse? dat zijn dan meestal kinderen waar ik ook wel een soort van band mee heb. Maar diegene waarvan ik gewoon weet van horen zeggen dat ze in dezelfde klas zitten, daar heb ik weinig boodschap aan. En dan denk ik inderdaad dat dat van die kinderen uit ook... niet is om op een of andere manier met mij bevriend te worden, maar wel omwille van hun vriendenaantal dat groeit. Daar heb ik dan weinig. Nu, het is ook zo, we weten uit onderzoek, kinderen die zitten op Facebook, die zitten op Instagram, maar die gebruiken ook veel meer apps om berichten te sturen naar elkaar. Mm. Dat is veel minder visibel. Wat er op je Facebook-wall komt of op je Instagram-feed, ja, dat kan iedereen zien als je bevriend bent. Maar wat er gebeurt in die berichten-apps via Snapchat, WhatsApp, Messenger, daar zitten ze echt heel vaak op. En daar is het ook wel veel minder visibel. En zal er ook wel veel minder... En net ook daarom, hè, net ook daarom, omdat er minder ouderlijke controle is, dat je minder die vrienden hebt. Hè. Je spreekt niet over ouders, maar er zitten ook al heel veel grootouders op Facebook. En leerkrachten. Dat was zo wat het moment dat de tieners vooral verhuizen naar de berichten-apps. Hè. Ja, ja. Dus dat is ook wel, denk ik, belangrijk om ons daarvan bewust te zijn dat wat we zien visibel, dat zeker niet alles is wat er gebeurt. Ja, en opnieuw dan vertekent beeld van veiligheid, want ze gaan toch wel een bepaald leven naar voren duwen op Facebook en dan... Gelukkig maar. Ja, gelukkig, ja. Gelukkig maar. Want inderdaad, dat willen we niet weten. Nee. Wat er in die WhatsApp en andere chatberichten tevoorschijn komt. Maar ik wil juist nog iets over die regels zeggen. Mm-hmm. Ik vind niet dat je zozeer ten aanzien van ouders regels moet maken, maar ik vind wel dat er meer nood is aan regelgeving ten aanzien van de providers. Okay. Ik vind, als op het kinderrechtcommissariaat, het heeft niet meteen met controle te maken, alhoewel het gaat dan misschien wel over controle onderling door kinderen en jongeren. Maar wij worden op het kinderrechtcommissariaat regelmatig gevraagd door kinderen wat ze moeten doen met cyberpest. Mm-hmm. En op het moment dat ze bijvoorbeeld dat er een vals Facebook-profiel van hen is aangemaakt. En daar vind ik
dat als Facebook zich richt tot mensen vanaf 13 jaar, dat je u ook, dat je de rechten van die 13-jarige consument, of die 14, 15-jarige consument, dat je die wel heel duidelijk moet respecteren. En als dus kinderen bijvoorbeeld klacht willen neerleggen, of als kinderen bijvoorbeeld willen melden dat er een vals Facebook-profiel van hen is aangemaakt, dan vind ik dat net daar wel betere regelgeving zou rond mogen zijn. En je ziet dat ja, de rechten van minderjarige consumenten in deze, dat daar eigenlijk totaal vandaag niet over nagedacht wordt, terwijl het wel hen vaak zeer sterk treft. Dus als er regelgeving moet komen, vind ik, moet het vooral op dat vlak zijn. Ja, om hen te beschermen tegen... Om hen te beschermen, maar om hen ook te respecteren in hun rechten als consument. Ja. En dus en bijvoorbeeld ook hun klachtrecht ten volle te respecteren. En dat is vandaag bijzonder moeilijk. We hebben daar al dus een paar voorzichtige stappen rond proberen te zetten, maar dat is echt heel, heel moeilijk om daarover het gesprek te voeren. Ja? Ja. Zelfs met een Facebook bijvoorbeeld, is dat dan moeilijk om een vals profiel dan aan te geven? Wij stellen vast dat als je een vals Facebook-profiel wil verwijderen, dat echt soms heel, heel lang kan duren. Ah, ja. Ja. Er is daar ook al veel onderzoek naar gedaan. Hè? Ook effectief naar die rapporteringsmechanismen, hoe snel wordt er gereageerd, komt er überhaupt een reactie? Want zoals dat Bruno zegt, vaak zijn dat kinderen die in een situatie zitten, ze zijn radeloos, ze willen dat er bepaalde zaken worden verwijderd. Als er dan geen reactie komt, is dat heel, heel erg. En we weten dat die responstijd van providers dat die vaak te lang is, dat er niet direct actie wordt ondernomen. Nu, het is zo dat in Europa dat er heel lang heel veel is ingezet op zelfregulering, mm-hmm. Dus de commitments van de bedrijven zelf. Stilletjes aan zien we wel meer en meer dat er meer druk komt vanuit verschillende hoeken, dat er ook effectief wel wordt geëvalueerd naar strengere regelgeving, hardere commitments, maar dat is heel lang niet zo geweest. We hebben heel lang vertrouwd op de goodwill. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel vaak op evenementen waar dat er vertegenwoordigers zijn van die bedrijven. En zij zeggen altijd, wij doen zoveel. Wij doen alles wat we kunnen. Maar toch denk ik, zeker ten opzichte van kinderen, is het nog niet genoeg. Ja. Vandaar ook denk ik dat zoveel ouders echt wel op Facebook aanwezig willen zijn, net om hun kinderen dan bij te staan. Bijvoorbeeld, ja, vaak is dat toch de reden dat ik ook hoor van ik heb dan een Facebook-profiel aangemaakt. Ik wil niet op Facebook zijn, maar ik maak toch mijn profiel aan, omdat ik mijn kinderen net wil gaan beschermen tegen cyberbullying en zo verder, zodat ik zelf snel kan ingrijpen. Net omwille van die zelfregulering. Maar is dat mogelijk of is dat ook opnieuw een valse illusie? Ja, je kan dan beter in dialoog met je kind gaan over zijn Facebook-gebruik en samen die privacy-instellingen goed zetten. Dan heb je veel meer zicht en veel meer gesprek dan als je naast je kind een Facebook-profiel gaat aanmaken, want dat helpt u eigenlijk niet vooruit. Ja. Nu, ik denk dat het een moeilijk topic is voor veel ouders om die controle, die veiligheid duidelijk te maken. Zijn er tips? Hoe maak je dat bespreekbaar? Hoe breng je dat aan bij een jong kind onder de 10 jaar? Denk ik dat iets makkelijker zal zijn dan nu te zeggen tegen een 15-jarige van kijk, je moet mij toevoegen op Facebook of ik wil je kunnen controleren, ik wil weten waar je uithangt. Hoe breng je dat aan? Maar dat zijn ook geen dingen die uit de lucht vallen op het moment dat je kind 15 wordt. Mm-hmm. Het bespreekbaar maken van moeilijke dingen of het samen een weg afleggen, daar begin je mee van zo gauw je kind er is. Ja. En als je dat wederzijds vertrouwen hebt, dan is dat ook op 15 niet echt een probleem om daarover in gesprek te gaan. Dat gaat veel meer over uw algemene manier van met elkaar omgaan dan een specifiek topic. En dan heel concreet, hoe je het vooral niet moet doen, is door de woorden te gebruiken die jij nu gebruikt hebt. Door te zeggen van, ik wil weten wat je doet, ik wil weten waar je bent, ik wil jou kunnen helpen als er problemen zijn. Ja. Dan heb ik kinderen en zeker jongen direct zoiets van, ik denk het niet. En terecht. Maar we moeten dat positief benaderen ten opzichte van kinderen en jongeren en dat gesprek positief aangaan. En inderdaad zeggen van, ik ga een Facebook-profiel aanmaken omdat ik het anders niet weet, is opnieuw
vertrekken vanuit de basisgedachte dat uw kind het u sowieso niet zal komen zeggen. Ja. Ik denk dat de media, zoals ever, speelt daar ook natuurlijk een rol in. Hè. Ouders horen berichten van jongeren die in het ogen van hun ouders out of the blue zelfmoord plegen of blijken al 5 jaar gepest te worden en ouders vallen uit de lucht. En daar hebben ouders zoiets van, hoe, blijkbaar vertellen kinderen zo'n dingen niet. Dus waarschijnlijk dat van mij ook niet. Dus ik ga ook maar een Facebook-profiel aanmaken. Het is zoals dat Erika zegt, je moet daar veel vroeger aan beginnen. Maar als je het gesprek erover wilt voeren, is belangrijk dat je dat gesprek in eerste instantie over die positieve aspecten voert en over wat dat ze leuk vinden op Facebook en met wie dat ze praten op Facebook en wat dat er goed gaat op Facebook. En zo creëer je echt een basis van, ja, een soort positieve basis waar je daarna kan op verder bouwen om ook moeilijkere dingen te bespreken. Maar zeker in heel dat internetverhaal hebben ouders heel vaak de neiging om te denken, ja, wat er positief aan is, daar moet ik met hen niet over praten. Dat weten ze wel, anders zouden ze er niet op zitten, moesten ze het niet positief vinden. Maar om juist dat ook bespreekbaar te maken, dan pas kan je daarna problemen gaan bespreken. Want als je kinderen het gevoel hebben dat je het gaat horen in Keulen donderen als je... Als ze nog maar Instagram of Snapchat zeggen, ja, dan komen ze inderdaad niet naar jou met een probleem op Snapchat. Ik ga mijn probleem bij mijn auto ook niet naar mijn bakker, want ik denk niet dat hij daar iets aan gaat kunnen doen. Als je kind denkt dat jij een bakker voor een auto bent, dan komen ze niet naar u. Maar je moet daar inderdaad veel vroeger aan beginnen. En als je eraan begint, vooral vanuit dat positieve. En het is een investering, zelfs al op jonge leeftijd. Mijn zoon is 5 en ik zit al 10 jaar in dat thema en ik moet daar zelf nog regelmatig de mentale oefening rond maken om te zeggen van, Nel, hij zit nu in de zetel met die iPad op het moment dat hij roept van mama, en dat gaat meestal over het meest belachelijke ding eerst, moet ik mijn eigen echt zeggen, Nel, zeg nu ja. En zorg ervoor dat hij het gevoel heeft, het mag het stomste probleem eerst zijn op YouTube. Als ik mama roep, komt ze mij wel helpen, maar daar begin je inderdaad aan als ze 5 zijn. Mm-hmm. En dan is dat nog een mentale oefening, dus dat is iets waar je ze wel moet aanzetten. Oké. We hebben het nu eigenlijk heel de tijd gehad over de relatie ouders en kinderen en die privacy en die veiligheid. Binnenkort, volgende week, komt de Goedheilige Man. Het is Sinterklaas en waarschijnlijk gaan er heel wat smart toys en connected toys gegeven worden. Want die blijken heel populair te zijn. Robotpuppies. Mijn dochter heeft een sprekende dagboek gevraagd, bijvoorbeeld. BB-8, smartphones en zo verder. Bij de mensen hier in het publiek, ik weet niet of dat er mensen zijn die volgende week Connected Toys zouden schenken. Staan er... Is de Sint... Die, nee, niemand. Het blijkt toch dat er onder heel veel kerstbomen en in heel veel schoentjes vanaf woensdag Hatchimals zullen liggen. BB-8 droids, een Furby, een Skylander of een ander gamingfiguurtje waarbij dat je figuurtjes uit games kunt, tot leven kunt gaan brengen in het echte leven. Maar hoeveel vertrouwen kunnen we hebben in die speelgoedjes? Want die zijn geconnecteerd. Vaak moet je daarmee, kan je daarop op het internet via een Bluetooth-connectie of een wifi-connectie. En ik heb mij laten vertellen door een hacker onlangs dat dat absoluut niet veilig is. Bijvoorbeeld, er is een pop gehackt geweest waarbij dat volledige... Ja, Kayla is gehackt geweest, Hello Barbie en Furbies ook, waarbij dat eigenlijk een pop plots door iemand anders wordt bediend en dat eigenlijk een wildvreemde van op 50 meter, 100 meter afstand eigenlijk al een gesprek kan aangaan met dat kind. Nu, dat is met hackers, maar ja, hoe zit het met dat vertrouwen? Eigenlijk kunnen we dat zomaar vertrouwen om dergelijk speelgoed te gaan geven met die risico's? Ja, laten we die risico's gewoon achter ons en geven we dat? Of hoe gaan we daarmee om? Ja, alles wat je zegt klopt. Het is daarom ook dat die smartwatches die heel gemakkelijk gehackt kunnen worden, waarmee je gesprekken kunt afluisteren, vorige week of 2 weken geleden verboden zijn in Duitsland.
Ouders hebben ook de raad gekregen om die te vernietigen als ze die in huis hebben. Ik weet niet of ze dat doen, maar goed. Nee, het is gewoon zo dat er al verschillende soorten van dat speelgoed, dat daarvan bewezen is dat inderdaad, die security, die zit niet goed. Die zijn inderdaad gemakkelijk te hacken. Nu, dat hacken, dat is maar één iets natuurlijk. Allee, niemand wil dat je zo kinderen kunt afluisteren. Hè. Mm-hmm. Of het nu de ouders zijn die het kind afluisteren of iemand anders. Maar het is ook zo, als dat geconnecteerd is en als er gegevens worden verzameld, hè, bijvoorbeeld door die gesprekken of zo, dat het voor niemand echt duidelijk is wat daarmee gebeurt. Ook voor ouders, denk ik, beseffen vaak niet dat die gegevens worden opgeslagen ergens op servers. En ja, je weet het vaak zelfs niet in welk land dat die gegevens staan. Als je kijkt naar wat dat je eigenlijk moet doen als ouder als je dat koopt, moet je sowieso toestemming geven of niet? Vaak niet, om die gegevens te gebruiken. Mm-hmm. De algemene voorwaarden van veel van die zaken zijn ook niet in overeenstemming met Europese wetgeving. Er zijn al heel veel consumentenorganisaties die ook actie hebben ondernomen. Maar het is natuurlijk ook zo dat dat afhangt van speelgoed tot speelgoed. Ook niet al dat speelgoed is geconnecteerd. En sommige van die zaken zijn natuurlijk wel goed beveiligd en bieden ook wel weer opnieuw die opportuniteiten. Zijn leuk, je kan er dingen van leren. Dus ik denk niet dat we het automatisch of categoriek moeten zeggen, we doen dat niet. Maar het is wel belangrijk dat je informeert, denk ik, als ouder. Het is ook belangrijk dat er organisaties zijn zoals consumentenorganisaties die ook opkomen voor de rechten van de consument, die eisen dat die zaken veilig zijn. Dus dat we er niet met ons ogen toe inlopen, maar dat we ons informeren over wat de risico's zijn. Ja, en ik heb begrepen dat er daar binnenkort ook verandering komt. Qua wetgeving, met de GDPR? Ja, nu, er zijn verschillende soorten wetgeving die van toepassing kunnen zijn op zo'n speelgoed. De GDPR, waar je naar verwijst, dat gaat over het verwerken van persoonsgegevens. En inderdaad, dat verandert. Er is een nieuwe verordening op Europees niveau die in werking zal treden volgend jaar. En een van de zaken, we kunnen daar heel veel dingen over zeggen, over die GDPR. Er is daar heel veel onduidelijkheid over. Mm-hmm. Zeker als het over kinderen gaat. Daarin wordt wel erkend dat persoonsgegevens van kinderen specifieke bescherming verdienen. Dat is de eerste keer dat dat zo expliciet wordt vermeld. Maar hoe dat in de praktijk zal worden, hoe dat daarvoor zal worden gezorgd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik heb begrepen ook dat speelgoedfabrikanten daar nog niet onder vallen. Klopt dat? Want die GDPR, dat er nog iets is? Dat hangt er allemaal vanaf wat ze precies doen. Hè. Vaak is het ook een moeilijk kluwen. Je hebt de fabrikant van het speelgoed, dan de software die erin zit. Hè. Er zal moeten gekeken worden als er effectief gegevens van kinderen worden verzameld. Wie is daar dan de verantwoordelijke voor? Mm-hmm. En wat dat er wel goed is aan die nieuwe wetgeving, is dat er duidelijkere verplichtingen zijn voor die verantwoordelijken. Die met die gegevens aan de slag gaan, dat ze zich aan bepaalde belangrijke principes moeten houden. En een van die principes is dat je mensen moet informeren. Je moet informeren, wat gaan we doen met die gegevens? Mm-hmm. Welke gegevens gaan we verzamelen en waarvoor gaan we dat gebruiken? En er staat expliciet in dat als je gegevens van kinderen verwerkt, dat je dat op een verstaanbare manier moet duidelijk maken aan een kind wat dat er met die gegevens zal gebeuren. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging, want dat is allemaal zo complex wat dat er daarmee gebeurt. Maar het zou er wel voor moeten zorgen dat de personen die gegevens verwekken, dat die daar wel twee keer over nadenken. En ook de toezichthouders, de privacycommissies, zullen ook meer mogelijkheden hebben om ervoor te zorgen dat die principes worden nageleefd. Stel, over 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, dat speelgoedproducenten speelgoed kunnen creëren die veilig is, die data niet tegen de kinderen zelf kan gebruiken, die de gegevens
goed bewaart of niet verkoopt aan derden en dergelijke meer. Ja, is het dan, en die ook beveiligd is tegen hackers en zo, dus echt het ideaal speelgoed dat niet, geen kwaad kan doen op geen enkel vlak. Zullen we dan allemaal zo een speelgoed gaan beginnen kopen? Gaan we enkel nog voor dat speelgoed kopen? Gaan we met andere woorden een nieuw tijdperk op vlak van speelgoed in, denken jullie? Of blijven we nog altijd blokken en beren zonder computers, zonder AI verkiezen boven? Verkiezen, dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat we sowieso, dat zijn technologische evoluties die niet tegen te houden zijn. Dat is ook niet wenselijk dat we dat tegenhouden. Hè. Ik dacht dat je ging vragen, moeten we dat dan nog kopen? En dan ging ik zeggen, ja, tuurlijk. Allee, ik bedoel, als er niks mis mee is en het is alleen maar leuk en het biedt alleen maar voordelen, dan zie ik niet waarom we het niet zouden kopen. Ik denk als ik rondom mij kijk, dat je zo in de speelgoedevoluties hebt zo twee grote stromingen. Je hebt alles wat technologischer wordt. En dan hebben we terug zo de back to basics. Zo de Fisher Price is terug super populair. En Duplo doet het nog altijd supergoed. En Playmobil doet het nog altijd supergoed. En gezelschapsspelletjes. Dus dat gaat daar, denk ik. Ik denk persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, dat het daar ook nooit gaat uitgaan. Omdat dat gewoon blijft klikken met wat dat kinderen leuk vinden. Mm-hmm. Hetzelfde met heel dat online verhaal. Dat klikt gewoon heel goed met wat jongeren leuk vinden. Die willen communiceren en communiceren met vrienden en zichzelf tonen aan de wereld. Dat ligt niet aan Facebook en Instagram en Snapchat, dat ligt aan jong zijn en dat klikt daarmee. Ja. En zo gaan gezelschapsspelletjes altijd blijven klikken met kinderen, denk dat echt. En volwassenen. Maar ik denk, die robots natuurlijk, die bieden ook heel veel voordelen. Hè, van... gepersonaliseerde manier van spelen, heel persoonlijk. Hè. Ze kunnen echt inspelen op het kind dat voor hen staat. Het geeft misschien bepaalde vrijheid en meer speels en met lichtjes en met interacties en zo verder. Het lijkt me echt wel het ideaal speelgoed, hè, multimediaal en zo verder. Maar als we dat laten wegvallen van de privacy en de data en zo, het blijft nog altijd wel speelgoed die kinderen kunnen kwantificeren, toch? Die kunnen opvolgen en hun data nog altijd wel opnemen. Ook al wordt het niet met derden gedeeld, maar maken jullie zich daar zorgen over die kwantificeren van het manier van spelen? Daar kunnen we heel lang over praten. Dat is een debat op zich. Ja. Maar sowieso is het wel zo dat kinderen eigenlijk van heel jongs af aan, van het moment dat ze eigenlijk in die digitale omgeving terechtkomen, soms zijn het al echo's, hè, echo's die ouders posten online. Van heel, heel jong kom je terecht in die digitale omgeving. En het is wel zo dat er heel veel informatie over kinderen wordt verzameld. En meer en meer is er ook een bepaalde realisatie, ook bij onderzoekers, ook vanuit dat perspectief van kinderrechten, dat op een bepaalde manier ook een recht op ontwikkeling misschien kan gaan beïnvloeden. Als je eigenlijk altijd gestuurd wordt, je spreekt zelf over personalisatie, dat die speelervaring wordt gepersonaliseerd, dat kan misschien wel leuk zijn, maar is dat altijd nodig? Mm-hmm. Misschien ontzeg je ook zo bepaalde andere voorkeuren die zij misschien zouden hebben. Hè. Als je altijd inspeelt op wat je denkt dat ze leuk gaan vinden, kunnen ze misschien niet meer helemaal zelf een identiteit gaan verkennen, gaan exploreren. Dus ik maak mij daar wel zorgen over. Dat er zoveel informatie wordt gebruikt, vooral om dingen te gaan personaliseren. En dat er veel minder kansen zijn om heel breed te gaan exploreren. Bij uitstek in die fase waarin dat kinderen zich ontwikkelen. Ja, dus de angst van de filterbubbel van heel vroeg aan dan. Ja, toch een beetje, ja. Ik weet daar niet zoveel over, maar is dat niet onvermijdelijk? Want als je kijkt wat er vandaag met volwassenen gebeurt, dan is dat toch ook keer op keer zo? Maar er is daar ook nu wel echt een soort ommekeer, denk ik. Dat bijvoorbeeld
gaat men echt proberen om terug in plaats van algoritmes te gaan gebruiken om dingen te personaliseren, algoritmes in te zetten om dingen diverser te maken. Dus daar is wel een soort ommekeer, denk ik, in dat denken over dat personaliseren. Uiteraard maar kan dat leuk zijn. Maar je wordt dan in zijn, wezen he? Even sterk gestuurd, alleen naar een andere ja, kant. Ja, ja, ja. Dat hangt er natuurlijk vanaf, ja. Dat dat in elkaar wordt gezet. En ja, we weten het ook gewoon vaak niet, denk ik, hè. Dat is zo het spannende eraan. En misschien tegelijkertijd het gevaarlijke eraan. Maar het is... Wat ik zeg, ik weet daar te weinig van, maar... Hoe kan je dat te pakken krijgen? Dat is zo... Kunnen we dat te pakken krijgen? En gaat het ons niet altijd ontsnappen? Gaan ze ons niet altijd te snel af zijn? Het is in ieder geval heel complex, denk ik. Ja. Heel weinig mensen die echt weten hoe dat in elkaar zit. Ik denk dat dat misschien iets is dan voor een volgend debat. Ik vroeg mij af, jullie in het publiek, zijn er nog vragen aan onze experten vanavond? Zijn er nog vragen rond die privacy, rond die veiligheid? Ja. Ik vroeg mij af of dat jullie commentaar kunnen geven op wat jullie denken wat de impact gaat zijn van al die nieuwe technologieën op kinderen impact over 10 jaar als ze opgroeien met smart toys, dat ze allemaal een smartwatch hebben, dat ze op school hun vingerafdruk moeten geven om in de kantine bijvoorbeeld, dat ze continu gefilmd worden, dat hun gezicht, dat ze door facial recognition technologie gaan vliegen en al die surveillance technologieën. Wat voor een impact denken jullie dat dat gaat hebben op kinderen? Of dat heel negatief gaat zijn of dat we dat moeten relativeren? Of... Ik ben benieuwd wat jullie daar... jullie denken? Ja, ik denk, voor de kinderen zelf gaat dat gewoon hun realiteit zijn. Hè. Die gaan dan... Hoewel er ook voor hen altijd nieuwe dingen gaan komen. Ik huiver een beetje bij de term digital natives. Ja. Omdat die gewoon oneigenlijk gebruikt wordt. Er wordt vanuit gegaan, de kinderen van vandaag worden geboren met een smartphone in hun hand. Dus de dag dat zij ouders zijn, gaat het wel allemaal in zijn plooi vallen. En gaat het allemaal... vlot gaan, dat blijkt niet waar te zijn. Ze weten ook niet wat dat daar allemaal achter zit en ze maken dezelfde niet geïnformeerde keuzes. Dus er gaan ook dan weer nieuwe dingen komen, maar voor de kinderen zal dat hun realiteit zijn en ze zullen er waarschijnlijk altijd wel een manier vinden om daar ook nog altijd een beetje aan te ontsnappen. Maar omdat dat eigen is aan kinderen, om te ontsnappen aan het systeem zoals het is. Maar ze gaan, ja, het gaat gewoon zo zijn, hè. Goh, daar is weer de vraag, kunnen we dat tegenhouden? En het zal ook wel voordelen bieden. Als we het alleen puur op het controlerende hebben, dan denk ik wel dat we moeten tegenhouden, maar dan niet door regelgeving, maar door het bredere kader te geven aan ouders, aan organisaties. En dat ze zoiets hebben van, ah ja, eigenlijk, als ik er zo naar kijk, dan zie ik het wel anders. Maar een stukje ga je niet kunnen tegenhouden, denk ik. Misschien vinden ze het ook wel fijn om net met al die tools die dingen te kunnen doen. Ja, dat is net de gepersonaliseerde aanpak. Ja. We hebben geen glazen bol natuurlijk. Hè. Nee. Nog iemand die daarop wil antwoorden? Nee, maar voor te... ook een beetje opvoeden om ze daar een mening over te helpen formuleren van wil ik dat op lange termijn als consument van de toekomst of als burger. Ja. Ik vind dat beeld dat je schetst, is wat dat ons voorschotelen. Maar moet het ook die richting uitgaan? Wij kunnen toch ook als maatschappij of als samenleving sturen naar een niveau. We zijn ook afhankelijk van, wij hebben touwtjes in die handen, dat geef ik toe, maar we kunnen toch meer richting geven.
net als Bruno aangaf, van jij krijgt nu de mails in verband met je zoon, wanneer dat dit te laat komt en of later komt en zo. Dus je hebt die keuze soms ook niet. Het wordt gedaan. Het is zo in die school. Kun je daar überhaupt tegen verzetten? Ik kan er niet naar kijken. Maar dan loop je het gevaar dat je op een bepaald moment, zoals ik zei, aangesproken wordt op het feit dat je geen goede vader of moeder bent. Ja. Dus het is niet zo simpel om daar andere antwoorden op te vinden. Maar ik volg Nel daar wel in. Ik denk dat er... Je hebt ook vandaag altijd mensen die zoeken naar andere dingen. En ik denk dat je dat altijd zal hebben. En dat kinderen en jongeren dat ook doen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat we daar zo... Of dat we daar zo moeten doemdenkend over doen. Ik ben niet geneigd om dat te doen. Ik ben voor vingerafdrukken. Want ik vergeet al mijn paswoorden. En zo'n vingerafdruk op je telefoon is superhandig. Ja, of betalen met je gezichts, via gezichtsherkenning. Dat is ook handig als je portefeuille niet bij hebt. Je gezicht heb je altijd bij, natuurlijk. Ja. Nee, ik denk, we moeten absoluut niet doemdenken, maar wat we wel kunnen, en denk dat is wat mevrouw bedoelt, een kritische houding ten opzichte van bepaalde invloed van het gebruik van die technologie op je rechten, als kind, maar ook als mens, als volwassene. Je recht op privacy, je recht op identiteit. We moeten ook inderdaad niet zomaar alles slikken. Wat er ons wordt opgelegd vanuit de overheid, door bedrijven. Een kritische houding daarover kan ook zeker al bij kinderen worden aangebracht. Dat denk ik wel. Dat is zeker. Waar, maar dan zit ik nog altijd met die vraag. Er is zoveel dat je niet weet. En dus wat betekent het ontwikkelen van een kritische houding? Ik volg dat, hè. Maar wat betekent dat? Ten aanzien van wat ontwikkel je een kritische houding? Als er gewoon zoveel en vermoedelijk steeds meer is, dat gewoon aan u ontsnapt. Dat vind ik misschien een belangrijker vraag. Van hoe blijf je dat zien? Hoe blijf je daar vat op krijgen? Dan dat je zegt, ja, je moet natuurlijk een kritische houding ontwikkelen, maar is het niet soms bijna gewoon een soort... schijnpositie die je inneemt. Hè? We blijven onszelf aanpraten en we blijven er zelf in geloven hoe belangrijk het is dat opvoeding en onderwijs die kritische houding installeren. Maar wat is het aandeel van die kritische houding ten aanzien van heel dat bredere plaatje? Dat is zo, ik heb datzelfde met reclame-educatie. Hè? Scholen moeten dan leerlingen leren reclame te doorzien. Maar dat is zo oubollig. Maar dat is waar. Als je dan ziet wat scholen daarmee doen, dan denk je... Ja, maar er is ondertussen al een totaal andere wereld waar dat je nooit kunt tegenwapenen. Ja. Of waar dat je misschien helemaal andere dingen moet zien om u tegen te wapenen. Dus we... Ja, maar dat betekent toch niet dat we dat moeten opgeven? Hè? Nee. Maar we hollen wel altijd het achterna en... Ja. Nu, gewoon een kleine product placement. Ja, voilà, daar heb je het alweer. Hè. Wel, in dat project dat wij hebben momenteel rond die reclamewijsheid, dat is wel echt heel interessant om te zien. Dat zijn experimenten met kinderen om te zien of dat zij die digitale reclameformats, want inderdaad, heel veel reclame-educatie de dag van vandaag is nog zeer oubollig. Dat is momenteel veel gesofisticeerder. En zij kunnen dat echt niet herkennen. Hè? Die persuasieve boodschap, maar die commerciële niet, maar boodschap. Maar dat betekent niet, daarom toch niet dat je hen niet bepaalde tools, bepaalde skills kunt aanreiken om dat wel te kunnen herkennen. Nee, dus... En het werkt ook. Hè? Die tools die worden ontwikkeld, dat werkt ook. Ik vind niet dat we mogen... berusten. Alles gaat veel te rap, alles is veel te complex, veel te ingewikkeld. Dus dan laten we het maar zo. Dat denk ik niet. Dat is zeker waar, maar ik geloof eigenlijk meer in wat ik daarnet zei, dat je
ten aanzien van diegene die het produceert, dat je daar veel sterker voor contouren moet zorgen, dan dat je altijd maar aan de consumenten vraagt om een kritische positie te ontwikkelen. Want daar weet je dat je toch altijd in de ondergeschikte positie staat, in de zwakste positie staat. Maar dat is absoluut 100% waar. Hè. De personen die de echte kennis en de echte expertise hebben, zijn uiteraard de personen die die technieken ontwikkelen, die in de praktijk brengen. En ik ga volledig akkoord dat er veel meer verplichtingen op hen moeten worden gelegd om het publiek te deresponsabiliseren. Ja. Dat is absoluut zo. Ja, want is dat wat ik bedoel? Anders sta je daar toch maar een aantal dingen, dat je een aantal dingen leert inzien, maar dat is maar de marge in vergelijking met het grotere en breder verhaal. Absoluut. Ja. Ik denk, aansluitend op wat mevrouw zei, dat kritische zin vandaag ook een beetje moet worden. Inderdaad, moet ik mee met alles. En het is ook helemaal oké om ook als tiener, om niet te willen snapchatten. En daar moeten we denk ik ook kinderen en jongeren soms wat in ondersteunen, dat als ze er geen zin in hebben, dat dat eigenlijk ook nog altijd helemaal oké is. Dat je, dat je niet moet het gevoel hebben van ik moet hier met alles mee. Ik denk dat dat ook heel veel druk geeft op kinderen en jongeren. Als ze er geen zin in hebben, dan moeten ze dat ook gewoon niet doen. En zo daar een beetje het kritisch kijken naar al die veelheid van dingen die bestaan. En je moet met een aantal dingen moet je wel mee. En als je je gezichtsherkenning moet gebruiken om te kunnen vliegen, dan gaat dat nu eenmaal zo zijn. Maar als er nieuwe dingen komen en je hebt daar geen zin in, dan moet dat misschien ook niet, om dat ook allemaal echt op te pikken. Ja, dat je hen de tools ook geeft om die peer pressure eigenlijk een beetje, ook daar die druk, zowel van de kinderen rondom hen, maar ook van speelgoedproducenten en andere producenten om daarin mee te lopen. Ja, en ook om zichzelf daarin te kennen. Hè? Van wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk. En als het mij interesseert, is het ook helemaal oké dat ik liever een gezelschapsspelletje vraag dan een robot die gaat terugbabbelen. Dat is keihard oké. Ja. Over. Het is misschien niet echt een vraag, maar meer een opmerking. Ik sluit me aan bij beide panelleden. Ik denk dat het echt wel een en-en verhaal is. Het is ook wel ouders en kinderen bewust maken, waarom doen die systemen wat ze doen? Bijvoorbeeld, waarom doet een Instagram en een Facebook doet? Omdat dat heel performante reclamebedrijven zijn. En ze hebben er alle belang bij dat kinderen daar absoluut hun dada in vinden en zoveel mogelijk daarmee bezig zijn. Dus het besef waarom werken zij zoals zij werken, wat is de achtergrond? Dat is een beetje wat opmerking die ook Eva gaf van. Dat inzicht geven is echt wel essentieel ook, denk ik. Naast het feit dat ik het deresponsabiliseren van mensen ook heel belangrijk vind. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, los het maar zelf op, trek je plan. Terwijl het heel moeilijk is om een bedrijf als Facebook op te bellen. Dat kan niet. En dat is ook heel slim van hun. Ze hebben het personeel er niet voor. Zij voelen zich dat ook totaal niet verantwoordelijk voor om dat te doen, een fake profiel weg te halen. Wat eigenlijk schandalig is vanuit het perspectief van een bedrijf dat een zekere verantwoordelijkheid naar dat soort dingen zou moeten nemen. Zeker gegeven het belang dat ze in het sociale leven van mensen hebben. Dus ik denk dat het echt wel een beiden is. Ik denk echt, we kunnen niet verwachten dat mensen dat van zichzelf begrijpen, want dat is een heel complex verhaal. Maar tegelijkertijd ook dat we die bedrijven daarop moeten kunnen aanspreken. En je ziet daar nu een trend, als het gaat over nieuws en zo, dat er eindelijk nu wat beweging komt. Maar dat moet nog op veel grotere schaal, is daar een noodzaak aan, denk ik, om dat regulatorisch ook in orde te brengen. Maar het moeilijk is omdat het Amerikaanse bedrijven dan weer zijn. Want gelijk nu het proces tegen Facebook, de uitspraak is, ja, België heeft niets te zeggen. Dus als je dan al iets doet, dan kom je uiteindelijk in een soort juridisch leidensproces terecht, waarbij je dan uiteindelijk toch niks kunt zeggen, want dan moet je naar Ierland zo gaan. Ik volg dat volledig. Ik wou alleen zo... Kijk, je ziet dat er heel veel naar opvoeding en onderwijs gekeken wordt om al die problemen op te lossen, terwijl dat die vaak onmachtig staan. Maar volledig akkoord met die en-en. Maar we vergeten in heel dit verhaal, soms veel te vaak, vind ik, die andere eind van het continuum. Hallo. Ik heb twee gevoelens. Maar enerzijds dat we nog altijd over een niche spreken, terwijl jullie allemaal mensen zijn die mijn grote groep hebben. Je spreekt over kinderen in het algemeen. Ik heb het gevoel dat er dit eigenlijk toepasselijk is op een zeer kleine niche in onze samenleving.
Anderzijds is ook mijn vraag, als het gaat over privacy, heb ik het gevoel dat vanavond die kinderen een beetje als slachtofferrol wordt toegedeeld. Hè. Zij moeten, hè, ze zitten met al die dingen. Ik was hier vorige week zaterdag ook in Brussel, bij de laatste rellen hier in Brussel. Als je dan ziet, het gaat ook over die kinderen tussen 11 en 15, 16, waar er toch veel mee verkeerd gaat of fout gaat. Was mijn vraag, omdat het ook gaat over de digitale toepassingen, denk ik dat ons ook als maatschappij wel zou kunnen helpen om weliswaar wel te weten waar ze zijn en wat er gezegd wordt en wat er gecommuniceerd wordt om op dergelijke sociale aspecten in te kunnen spelen of niet. Wil ik even vragen wat jullie mening daarover was. Omdat ze dan eigenlijk vanuit een beetje een slachtofferpositie naar de andere kant worden verschoven. En het kan ook daarvoor gebruikt worden, hè? Technologie en kennis en het delen van informatie. Ja, ik moest eens nadenken wat ik ging zeggen. Ten eerste, uw eerste opmerking over het feit dat het over een niche gaat. Ik ben daar niet helemaal mee akkoord. Ik denk dat we in het begin begonnen zijn met toch wel de overeenstemming. Ik zie dat toch echt wel naar een soort maatschappelijke tendens, met uitzonderingen aan beide kanten van het continuum. Maar dat we toch, als het gaat over de neiging om een beetje bovenop onze kinderen te gaan zitten, dat dat geen niche is van het aantal kinderen dat daarmee geconfronteerd wordt. Ik denk dat er best redelijk veel zijn. Nee, en als je mij vraagt, moest er een sociale achtergrond zijn? In mijn persoonlijk aanvoelen, de ouders die het meest bovenop hun kind zitten, zijn dikwijls hoogopgeleide ouders met heel veel interesse van alles en nog wat, die heel veel lezen, die actualiteit heel goed opvolgen. Die zitten heel vaak bovenop hun kinderen, omdat ze de inschatting maken dat de wereld onveiliger geworden is dan toen zij jonger waren. Dus als er dan al een sociaal verschil zou zijn, wat ik denk dat er in algemeen termen niet is, dan zal het eerder zelfs in mijn persoonlijk aanvoelen naar die kant zijn. De tweede kant van het verhaal, ja, natuurlijk steken kinderen en jongeren ook dingen uit die niet oké zijn. Of dat daar het puur sans louter kunnen opvolgen van waar ze zijn en wat ze zeggen tegen elkaar, de oplossing voor het verhaal is, dat denk ik niet. Ik denk dat je daar opnieuw in een breder verhaal zit van opnieuw opvoeding en omkadering van die kinderen en jongeren, niet alleen thuis, maar ook als maatschappij. En dat je daar een stap terug moet zetten door gewoon op te volgen wat ze zeggen tegen elkaar en waar ze zijn en hoe dat ze gaan afspreken, ga je de root van het probleem ook niet aanpakken. Ga je misschien die individuele situatie kunnen vermijden, maar dat gaat aan het einde van de rit via andere omwegen toch wel zijn plaatsvinden en toch plaatsgrijpen. Dus dan denk ik dat je daar terug een stap terug moet zetten en moet kijken van hoe kunnen we die kinderen en jongeren die duidelijk op de een of andere manier niet goed in hun vel zitten, kunnen omkaderen om dat toch wel... En dat is niet op 1, 2, 3 opgelost. Hè. Ook niet met één individuele jongere. Dat zijn maatschappelijke fenomenen waar we moeten durven over nadenken. Maar daar het louter technologisch opvolgen van waar zijn ze en wat zeggen ze, gaat het probleem ook niet aanpakken. Nee, waarschijnlijk niet. Ongetwijfeld zelfs, ik hoop het niet. Ik zal misschien een voorbeeld uit een totaal andere context, maar er wordt op dit ogenblik nagedacht over een nieuw jeugddelinquentierecht. En een van de ideeën in dat jeugddelinquentierecht is net elektronische monitoring van jongeren. Met andere woorden, men wil vermijden dat men jongeren voor lange tijd moet opsluiten, omdat dat natuurlijk een impact heeft, bijvoorbeeld op een schoolloopbaan. En wat men dan zegt is, in plaats van ze langdurig in een gesloten instelling op te sluiten, willen we ze elektronisch monitoren. En dan gaat het over dit soort systemen die je gaat gebruiken, waarbij er op vlak van privacy soms absoluut kwesties opduiken, maar waarbij men ook wel zegt, het voordeel daarvan is dat die jongeren bijvoorbeeld gewoon naar school in hun stad of gemeente kunnen blijven gaan. Dat ze gewoon kunnen blijven deelnemen aan het leven, aan het maatschappelijk leven, maar ze worden wel op
op zijn minst voor een bepaalde tijd gemonitord. En dan blijft natuurlijk ook weer die vraag van ja, ga je dat dan maar doen in de periode dat die maatregel er is, of ga je dat dan ook gaan uitbreiden en wie heeft dan toegang tot die data enzovoort. Maar daar zit je wel met een discours waarin men ook wijst op de mogelijke voordelen ten gunste van de jongeren. Moet ik dat dan inzien als een soort van elektronische enkelband? Ja, het is jammer genoeg herleid tot die discussie over elektronische enkelband. Maar ik ben al in een aantal voorzieningen geweest waar je ziet hoe jongeren via hun gsm, bijvoorbeeld ze zitten tijdens de week, blijven ze in de voorziening, tijdens het weekend mogen ze naar huis. En dan zie je dat zij via een gsm door de voorziening voor een stuk gemonitord worden. Je hebt daar zo'n aantal systemen rond. Dit is geen enkelband. Ik denk een enkelband voor... Chip.nl. Werkt nogal, is nogal snel stigmatiserend werken. Plus, zeggen sommige mensen dan ook, is net, bestaat het gevaar dat het een soort statussymbool wordt. Dus het gaat echt om een ja, elektronisch, een onzichtbaar... monitoren tussen de voorziening en of tussen politie of parket en de jongeren zelf. En op zich zie ik daar wel wat mogelijkheden in. Zij het dat je dat opnieuw heel duidelijk moet afleiden. Zijn er nog vragen? Nee, dan wil ik jullie alle vier heel hartelijk bedanken voor jullie inzichten deze avond. En jullie bedanken om hier aanwezig te zijn van vanavond. En ja, ik wens jullie allemaal nog een goede avond, zonder al te veel controle over jullie kinderen of petekinderen of anderen. Dank je wel. Dank je wel.